925 meter lang, 3 lanceringen en 65 km per uur. Dit is Mechaledon hier in Walibi, België. Wij gaan uitzoeken wat er zo bijzonder is aan deze attractie, hoe die altijd het einde van de baan haalt. Welkom bij Theme Park Science. Ja, het zal je vast niet ontgaan zijn, maar Walibi België is op dit moment bezig met een complete transformatie in het hele park. En dat noemen ze hier ook wel de World of Walibi. En dat houdt in dat elk gebied in het park apart wordt bekeken. Wat kunnen ze daar nog toevoegen? Wat kunnen ze beter maken met attracties en bijvoorbeeld ook horeca? Maar ook oude attracties werden meegenomen in dit hele transformatieplan, zoals de Good Old Turbine. Deze werd toegevoegd in een nieuw gebied genaamd Dockworld. Maar hoe kies je nou het type attractie uit wat je toevoegt in al die nieuwe gebieden? Het begon eigenlijk bij Tiki Waka hier achter mij, een gaslauwe bobsled coaster. Maar ze zochten nog iets heftigers. Dat werd natuurlijk Konda. We hebben daar een hele gaaf video over gemaakt. Check even een linkje in de omschrijving. Maar er was een probleem. Tiki Waka bleef ontzettend populair. Er moest eigenlijk nog wel een medium family thrill ride komen. Het liefst een achtbaan. En geluk bij een ongeluk, waar we op dit moment staan, was de vroegere locatie van de Gold River Adventure, een Intamin towboat ride. En die was eigenlijk ook wel op. 1 plus 1 is 2. Een locatie werd gevonden voor een family thrill coaster. Goed, de locatie was bekend. Ze wisten wat ze ongeveer wilden. En dan moet er natuurlijk een fabrikant worden gezocht die dat ook kan maken. Er werd een zogenaamde tender uitgeschreven. Oftewel, meerdere fabrikanten mochten een bod doen op dit project. En uiteindelijk werd de fabrikant Gerslauer gekozen. En om dat uit te leggen staat Jurnan in de remise. Mechaledon heeft maar liefst 4 treinen. Er kunnen er 3 tegelijkertijd op de baan in bedrijf zijn. En die 4e trein is dan altijd in onderhoud hier in de remise. Er zijn 4 onderhoudssporen voor al die treinen gerealiseerd. De eerste 3 sporen, daar staat de trein gewoon op de baan. En het 4e spoor is een zogenaamde maintenance track. Daar zijn de wielen helemaal vrij, zodat we die goed kunnen inspecteren. Omdat deze achtbaan gebruik maakt van een LSM-systeem, is het ontzettend belangrijk dat de trein goed uitgelijnd op het midden van de baan staat. De speling tussen de magneet en de statoren van een lancering is heel erg klein. Hoe zorg je daarvoor? Nou, hier kunnen we mooi zien dat de guidewheels van de trein met behulp van deze buffers normaal gesproken tegen de rails aan worden gedrukt. Dit materiaal is van hetzelfde materiaal als waarvan de wielen zijn gebruikt en dat is een klein beetje elastisch. Nou, hier zit er nog speling op. Maar deze trein staat al op de rails en hier kun je goed zien dat de buffer inmiddels op spanning is. De rails duwt als het ware die guidewheels een klein beetje naar buiten. Er zit geen speling meer op de buffer en deze trein staat dus perfect in het midden van de rails. Een tweede belangrijke innovatie die Gerslauer heeft doorgevoerd aan de trein is dat ze ontzettend lichtgewicht zijn ontworpen. Met lichtere treinen kan ook de trekconstructie lichter. Als je kijkt naar de structuur van Mechaledon zijn dat eigenlijk alleen de railpijpen met weinig ties en geen backbone. En dat bespaart natuurlijk heel veel materiaal. Het lichtgewicht ontwerpen van een trein, dat is nog niet zo eenvoudig, want er komen natuurlijk hele hoge krachten te staan op de constructie. Nou, voor elke coach van een trein bestaat de constructie in feite uit een groot T-frame. Deze balk hier is best wel hoog en die zorgt ervoor dat de trein niet te veel doorbuigt van links naar rechts. Daarnaast loopt er ook een balk in de rijrichting van de trein. Die loopt helemaal door tot aan de constructie waar ook de magneten aan zijn bevestigd. En die zorgt ervoor dat de trein niet te veel doorbuigt in de rijrichting.
Ja, Caladon heeft maar liefst 3 lanceringen. Eentje direct na het station. Lancering nummer 2 met zo'n leuke bunny op erin. Jurnan, vind ik erg leuk ontwerp trouwens. Jij staat bij lounge nummer 3. Ja, dit is de terugweg alweer. Wat mij dus opvalt is dat die treinen best wel lang zijn, maar die lanceerstroken zijn heel erg kort. Ja, zeker die tweede en die derde lancering, die zijn relatief kort. Mm-hmm. Dat heeft 2 redenen. Om te beginnen komt de trein natuurlijk al met een vaartje binnenrijden. De eerste lancering moet echt vanuit stilstand op volle snelheid. Maar hier hoef je hem eigenlijk alleen een boost te geven. En we hebben dus gezien dat die treinen heel licht zijn. En dat is een groot voordeel van een lichte trein. Je hebt niet zoveel kracht nodig om hem een extra setje te geven. Ja, en dan staan we hier nu aan het eind van lancering 2. En je ziet daar een heel hoog element. Ja, waarom is dat? Nou, dat is essentieel onderdeel van de ontwerpstrategie van deze achtbaan. Als je kijkt naar de 3 verschillende lanceringen, dan worden die eigenlijk allemaal gevolgd door een hoog element. Dat ook het hoogste element is van het volgende blok. Oké, dus hij komt niet meer hoger na die... Precies. En wat is het idee? Stel je voor, we lanceren de trein. Hij gaat heel langzaam over die heuvel, maar hij haalt hem net. Nou, volg even de layout van de rest van dat blok. Dan zie je inderdaad alleen nog maar lage elementen. En dan komt hij hier weer uit. Dan weet je zeker dat hij dus het begin van launch 3 haalt. Nu weet ik, Walibi België is geopend in de zomer. Lekker warm. We hebben gezien in onze video van Walibi Holland, check even die omschrijving, dat je dan te maken hebt met snelle achtbanen. Ja. Maar in de winter is dat tegenovergesteld. Ik kan me voorstellen met zo'n lange baan dat je ook niet wil dat die trein stil komt staan boven die vijver. Nee, precies. Dus je houdt ook in het ontwerp rekening met wat we noemen een snelle trein en een langzame trein. De langzame trein, dat is dus het scenario dat je eigenlijk de trein stilzet op een hoog element en een heel klein tikje geeft dat hij kruipend naar het volgende blok gaat. Dan moet hij dat kunnen halen. Tegelijkertijd de snelst mogelijke trein zit in de zogenaamde overspeed van de lancering. Dat is de snelst mogelijke snelheid waarmee je een trein kan afschieten. En dan moet je checken dat de G-krachten binnen de perken blijven. Ik wou net zeggen, want met die snelheidsverschillen kan ik me voorstellen dat je daar in je ontwerp rekening mee moet houden. Dat zowel een langzame trein altijd het einde haalt, ja, maar dat een snelle trein geen te hoge G-krachten mogen hebben. Want dan wordt zo'n trein op zo'n hele attractie afgekeurd natuurlijk. Dus daar zit een soort gouden gemiddelde in of zo? Ik heb van Gerst Lauer de snelheidsgrafiek van Megalodon gekregen. En hier zie je mooi 2 lijnen. Dat is de snelle trein en de langzame trein. Mm-hmm. En als functie van de positie op de baan. En wat je heel mooi kunt zien is dat aan het eind van elke lanceerstrook de snelheid weer gelijk is. Ah. Dus stel je hebt een langzame trein, dan komt die weliswaar ietsje later aan bij de volgende lancering. Maar aan het eind van die lancering is de snelheid weer precies wat die moet zijn. Verbaas me trouwens hoeveel ruimte daar zit op het einde van zo'n blok. Dat is best heftig. Ja, dus ook de laatste elementen van elk blok, daarvan is de snelheid het meest onzeker. En heb je ook het grootste verschil tussen zomer en winter en 's ochtends en 's middags. Jurnan, tijd voor de testen. Ja. Alles wat jij zegt gaan we in praktijk brengen. We rijden nu de eerste launch in, maar dit wordt niet een gewoon rit, Jordani. Ik heb een heel bijzonder ritprogramma voor jou samengesteld. Ja, want nu lanceert hij normaal, maar... Je voelde al... Te weinig kracht. Dit ging langzaam. Oh. De rollback. Oh. En je remt dus meteen op de statoren van de launch track. Ja. En ja, nou staan we hier stil. We moeten de lancering resetten. Dat betekent de trein moet een stukje achteruit. Dan proberen we het opnieuw. We gaan het gewoon weer opnieuw doen. Zeker. Oh, hop, daar gaan we. Ja. Oh. Ja, deze gaat nog verder. Oh. Lekkere airtime. Oh, fantastisch. Ik vind dit heel leuk. En dan komen we nu hier aan bij launch 2. Oké, te weinig snelheid. Kijk, op. Oh. Ja, daar staan we ook niet goed op de on-ride foto, hoor. We rollen weer terug. Oh, dit is heel scary. Oeh. Je merkt dus dat die statoren automatisch remmen. Ja. De stroom is er vanaf. En wat gebeurt er nu dan? Nou, we zakken nu gewoon naar het laagste punt. Eigenlijk een beetje passief. Ja. Stel dat ze echt de attractie niet meer aan de gang kunnen krijgen, dan zouden we nu geëvacueerd worden. Mm-hmm. Maar ze gaan natuurlijk eerst proberen om gewoon een herstart te doen.
En wat is daar belangrijk bij? Daarvoor is het belangrijk dat deze trein weer naar een vaste uitgangspositie wordt gebracht. Dus wat je zo gaat merken is, we rijden een stukje achteruit. Oh, dit is heel raar om mee te maken. Ja. Ja, wat je dus nu merkt, hij gaat dus echt naar een vaste startpositie. Ja. Dat zou dan de startpositie moeten zijn dat hij in principe genoeg snelheid kan krijgen om weer een launch te krijgen. Ja, en omdat we nu echt vanaf stilstand lanceren, wordt dit de heftigste lancering 2 ooit. Heftiger dan in normaal gebruik. Ja, want hij heeft nu geen startsnelheid om over die bunnyhop te gaan. Ja, dus ik maak me best wel zorgen. Het is best wel spannend. Verbruikt zo'n lancering als dit dan ook meer stroom? Ja. Dit is de heftigste, de heftigste launch toe ooit. En hier is dus weer meer stroom, want hij heeft geen snelheid in het begin. Ja, precies. Wat heuveltjes. Hij komt dus niet meer hoger dan het eerste stuk. Precies. En nou wordt het spannend, want lancering nummer 3. En eigenlijk gebeurt hier weer hetzelfde. Ja. De trein moet weer op een exact punt terechtkomen. En pas vanaf daar mag hij weer opnieuw lanceren. Ja. En de technische dienst moet ook zeker nog aangeven. Oké, trein 1 is daar, trein 2 is daar, trein 3 is daar. Mm-hmm. De blokken zijn allemaal vrij. Dus we kunnen dit opnieuw lanceren. Dit wordt heftig, want we moeten een enorm eind omhoog. En op een relatief kort stukje, dus op een relatief meer kort stroom, stuk. Ja. Meer power, lege trein. Oh! Ja, dat is heftig. Ja. Voorbij de sensor. Woe! Ja. Hey. Ja. Jurnam? Ja? Best een bijzondere achtbaan is dit, hè? Het lijkt eigenlijk een simpele familieachtbaan, maar er zit best wel veel innovatie achter. Ja, absoluut. En het begint eigenlijk allemaal met die treinen waar je vanaf 1 meter al in kunt. Die treinen zijn enorm veel lichter geworden dan normaal. En daarmee bespaar je ook op de constructie. Ja, en dat geld kun je dan natuurlijk weer uitgeven in een langere baan. Ja, en als je een langere baan hebt, 3 launches nodig. Want dat snelheidsverschil, dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. Die statistieken van Gerslauw. Ja, super interessant. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat de langzaamst mogelijke rit, dat die het eind van de baan haalt. En de snelst mogelijke rit niet te heftig wordt. Ja, interessant baantje. En die treinen zijn licht, waardoor je dus ook weer kan besparen op de materiaalkeuze van de track. Althans, op de hoeveelheid materiaal moet ik zeggen natuurlijk. Ja, ja. Interessante baan. Hartstikke leuk. Vindt hier wel een beetje spannend voor eigenlijk. Een stukje die kant op. We zullen zeggen, vond je dit nou een leuke video? Like en subscribe. Oké, dit is teamwork, Jeroen. Dit moeten we even... Okay. Ja. En like en subscribe. Roei. En roei. Like. En subscribe. En like. En subscribe. En like.